Met Nomi. Nomi, goedemorgen, mijn Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Met mij gaat alles goed, en met u? Met u en met mij ook. Dus ik heb een kraantje gegeven natuurlijk. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen hier in het programma is vanwege de laatste nieuws. Ik weer de leven. Ja, dat klopt. Even zeggen, waarom een keuze gemaakt voor deze zin? Want het was eigenlijk al een oude hitje van, wat is nou, Nederlands, ik kom zo wel op, maar maakt niet uit. Rob van Daal. Ja, dat liedje, ik ben toen een optreden in Vlaardingen en toen hoorde ik dat liedje in het Nederlands voorbij komen en ik vond het zo'n leuk liedje. En ik dacht van, hé, dat wil ik echt gewoon in mijn dialect gaan zingen, zodat ja, de mensen in mijn omgeving ook van dat leuke nummer kunnen gaan genieten. En ja, zo ben ik eigenlijk op dat idee gekomen. Ja, u is natuurlijk, met alle respect verdient natuurlijk, dat je dit natuurlijk in een soort dialect, of in een Duits, bijna Duits dialect hebt uitgebracht. Maar is het dan niet moeilijk om door naar de rest van Nederland door te breken? Ja, dat klopt wel, maar ik hoop natuurlijk dat de andere mensen ook het Duits nummer leuk gaan vinden. Ik had het natuurlijk eerst al in het Limburg en op zich was het goed aangeslagen. En ik dacht van, aangezien ik ook een aantal keer naar Duitsland ga, dan denk ik, dan ga ik hem ook gewoon in het Duits coveren, want dan kunnen ze daar ook van genieten. Ja, nee, maar ik bedoel te zeggen, kijk, je bent nog niet een jonge dame. Je bent nog pas bezig met jouw carrière. Je zou dan zeggen, je zou er een keer een nummer uit moeten brengen wat ook een beetje aanstaat in de rest van Nederland. Want ik draai dus juist nog van jou het nummer Samen Zijn. Dat heeft het ook volgens mij goed gedaan, denk ik, of niet? Ja, super, dankjewel dat u het zegt. Ja, nu u er daarover begint, binnenkort, rond april, mei zal dat ongeveer zijn, dan komt mijn eerste eigen Nederlandstalige nummer uit. Dus dat is natuurlijk wel iets, een beetje voor de doelgroep van de rest van de Nederlanders. En wanneer gaat het gebeuren? Alblieft? Zeg, er gaat een Nederlands nummer uitkomen, heb ik het goed verstaan voor jou of niet? Ja, dat klopt. Er komt binnenkort een eigen Nederlandstalig nummer uit. Ja? En wanneer gaat dat ongeveer gebeuren? Ongeveer rond april, mei, ongeveer die kanten. Dus laat u maar verrassen. Ja. Jij hebt wel echt de smaak te pakken om als de zangeres verder te gaan. Hè? Jij wilt hogerop, hè? Ja, klopt. Ik doe er zoveel mogelijk mijn best voor om steeds wat bekender te worden. Ja, is het niet moeilijk op te boksen? Want je zit toch het is zo overvol met artiesten. Vind je dat zelf niet? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus de vijfde is gevuld, zou ik zeggen. Maar daarom ben ik zoveel mogelijk. Ja, vooral dat je eigenlijk meerdere kanten op kunt. Ja, en nu, op een gegeven moment, je zit dan meer je zingt ook meer in het Duits, hè? Is dat een bewuste keuze? Ja, dat is een bewuste keuze. Ik vind het een hele mooie taal om te zingen. Ik ben er ook een beetje mee opgegroeid en ik vind die muziek gewoon heel erg leuk. Dus daarom zing ik het ook heel graag. Ja, en krijg je dan ook aanbieden om in Duitsland een keer op te treden? Ja, dat klopt. Binnenkort ga ik ook in Duitsland optreden, dus dat begint nu wel een beetje allemaal weer te lopen, dus daar ben ik heel blij om. Ja, maar ondertussen ben je ook nog bezig met je studie, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben nu in mijn tweede jaar van de studie, zodat ik in de kinderopvang kan werken. En ik doe ook gewoon alles rustig aan. Ik kan alles gewoon goed combineren met muziek en school, dus dat is heel fijn dat ik dat kan combineren, dat ik op beide goede resultaten kan halen. Ja, is wat jou aantrekt straks in een kinderopvang om daar te gaan werken? Ja, dat lijkt me leuk, maar het liefste, dan ga ik natuurlijk later van de muziek leven. Maar je moet altijd natuurlijk een plan B hebben. Dus dat vind ik natuurlijk ook heel erg belangrijk, een diploma-afzak. Maar daarnaast heb je een goede manager, jouw moeder.
Ja, zeker. Mijn moeder is een hele goede manager en ze steunt mij altijd. En daar heb ik echt heel veel steun aan, dus daar ben ik heel erg blij om. Ja, daar moeten we blij om zijn, want op een moment die doet ontzettend veel werk voor jou. Blij zijn dat je zijn moeder hebt die achter je staat en die ook jouw carrière steunt, of niet? Ja, zeker. Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor dat ze dat allemaal voor mij doet. Ja, wat is het vandaag? Komen er bij jou al optredens binnen in jouw agenda? Ja, er komen wel een aantal optredens binnen, ja. Dus dat is hartstikke fijn en dan verheug ik mij natuurlijk op om al die mensen een leuke dag te bezorgen. Dus daar ben ik altijd helemaal blij als dat gebeurt. Dus, daar ben ik helemaal happy. Ja, maar ik had van jou ook een filmpje gezien, hè? Je was daar een tijdje geleden in Winterberg. En dan zie je, daar zie je daar jou zelf ook helemaal losgaan. Ja, klopt. Dan ga ik gewoon helemaal mee met de mensen. En dan probeer ik daar altijd een feestje van te maken. Dus dat is altijd heel leuk als de mensen dan dat ook zo ervaren. Je hebt er plezier in. Jazeker, dat moet ook. Ik ga jou een heel fijne zondag toewensen. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt vandaag. Geniet van het mooie om je heen. Zou je de single zelf wel aankomen? Even voor de luisteraars, indien zij meer willen weten over jou, waar kunnen ze informatie vinden? Ze kunnen informatie vinden op de social media kanaal onder de naam Noemi Sterren. Ja? Op YouTube, Facebook, noem maar op. Ik heb ook een mailadres info@noemi-sterren.com. Ja? En dames en heren, nu komt mijn nieuwe single. Ich werd leben. Heel veel luisterplezier. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei, doei. En dank u wel voor uw tijd. Doei.